Iedereen heeft nu intussen wel begrepen dat het ding betoverd is. Want een andere kant uitvliegen, daar is geen sprake van. Zo gauw professor Punk probeert om naar het zuiden te wenden, houden de flappers op met flapperen. Alleen als ze noordwaarts gaan, doen de flappers het. Dat is een geheimzinnige zaak en eigenlijk ook wel een beetje griezelig. Maar het neemt niet weg dat de vijf passagiers in een beste stemming zijn en vol goede moed. Oh ja, we redden het wel, waar of niet, vrienden? Natuurlijk, we hebben al twee bijzonder gevaarlijke beren ontmoet en die hebben ons niks gedaan. Ja, we konden ze om de vinger vinden. En daarna zijn we op de Adelaarspiek geweest en de verschrikkelijke adelaar was zo mak als een kanariepiet. En nou gaan we naar de grote troon. Hoera! Als jullie maar niet denken dat die grote troon met zich laat spotten. Ik heb wel eens over hem gelezen en het scheet een buitengewoon moeilijk heerschap te zijn. Nou ja, we zijn met z'n vijven. Dus ja, ja, dat kan je dan wel zeggen. Maar die grote troon heerst over de noordelijke bergen. En hij is een heerser die geen genade kent. Kom, kom, professor, niet zo zonder. We laten ons toch niet ontmoedigen. Oh nee, vast niet. We hebben samen al menig avontuur meegemaakt en het is altijd nog goed afgelopen. Natuurlijk, zo denk ik er ook over. Ik ben zelfs benieuwd om met die grote troon kennis te maken. Ja, ik ook. Het zal vast reuze spannend worden. Vooruit, laten we nog een liedje zingen. Wij gaan naar de troon toe, zoete liefde verretje. Wij gaan naar de troon toe, zoete liefde verretje. Wij gaan naar de troon toe, zoete liefde verretje. Wij gaan naar de troon toe, zoete liefde verretje. Alsjeblieft, vrolijker kan het al niet. Het is toch maar een dapper stelletje. Opgewekt vliegen ze over de bergen van het hoge noorden en die bergen worden steeds woester en woester. Kale rotspieken torenen omhoog tot in de wolken. Daartussenin liggen onmetelijk diepe ravijnen, dreigend en duister. Geen planten kunnen er groeien in deze barre streken. Het ziet er allemaal erg kaal en onherbergzaam uit. Hier en daar wijzen reusachtige steenstortingen de plaatsen aan waar de grote trol voor zijn plezier met lawines heeft gesmeten. De vijf luchtreizigers bekijken dit alles van bovenaf en hun gezang verstomt. Hun gezichten betrekken en Oeguburu krijgt opeens het gevoel dat hij nodig eens een verstandig woord moet spreken. Ja, niet om het een of ander, hè, maar het komt me nou toch wel voor dat we wat al te zorgeloos zijn. Als ik zo eens naar beneden kijk, dan moet ik zeggen dat het er helemaal nog wel zo tamelijk buitengewoon gevaarlijk uitziet. Oeguburu, dan moet je ons niet proberen bang te maken. We waren juist zo geweldig dapper. Wat is er aan te doen? Het vliegtoestel wil toch niet terug. Nee, inderdaad. Het neemt ons mee, of we willen of niet. Dat kan wel zijn, maar toch vraag ik me af of het niet beter zou zijn als we het vliegtoestel in de steek lieten en op eigen kracht terugvlogen. Een vliegtoestel in de steek laten? Dat nooit! En op eigen kracht terugvliegen? Hoe wou je dat doen, Gomorrel? Nou, Paulus op mijn rug en professor Punt op jouw rug, Salomo. En ik dan? Vergeet je mij dan halen heel? Dat is waar. Gregorius is er ook nog bij gekomen. En die is zwaar. Veel te zwaar. Mij kan je wel houden en de professor ook. Maar Gregorius erbij, dat zal niet gaan. En bovendien denk ik er niet over om mijn kostbare vliegtoestel te verliezen. En dan houdt alles op, hè? Ja, in dat geval kunnen we niet anders dan afwachten wat er gebeuren gaat. Kom op, vrienden. Laten we weer gaan zingen om de moed erin te houden. Wij gaan naar de troon. Wat doen die flappers raar? Ik ben bang dat ze nu helemaal dienst weigeren. Dan zijn we zeker aangekomen op de plek waar we wezen moeten. We gaan dalen. Oh, ik krijg de bibbels. We vliegen naar de ingang van een grot. Dat is vast een zekere trollenhol. Opgepast. We landen. Ziezo, we zijn er. Zijn we er allemaal op? Ja hoor, ja ik wel tenminste. Is er iemand te zien, vrienden? Niets, niemand. Geen trol te bekennen. Uitstappen allemaal.
proefas op. Ik raad u aan niet zo'n herrie te maken. Oh nee, je hebt gelijk, Hoeveboer. Neem me niet kwalijk. En wat moeten we nou doen? Ja, we moeten in de eerste plaats zorgen dat het vliegtoestel uit het gezicht is. Dat ding loopt veel te veel in de gaten. Uitstekend, Paulus. Waar laten we hem? In de grot natuurlijk. Daar is wel een donkere hoek waar we hem zo lang kunnen parkeren. Goed, goed. Iedereen aanpakken dan maar. We duwen hem naar binnen. Zo, klaar. Hoe kan hij het zo zien? Hier laten we hem voorlopig staan. Ja, daar staat hij wel goed verstopt. Is er nog proviant over? Ik heb trek. Ja, laten we de boterhammen eruit halen. En de flessen met water. Ja, en de dekens om in te slapen. Mag ik misschien ook wat zeggen? Jawel, Gregorius. Wat heb je op je hart? Ik bedenk vandaag juist dat ik eigenlijk toch maar liever niet mee wil doen met dit avontuur. Ik wil thuis blijven. Je komt al wat laat met die wens, Gregorius. Ja, je hebt je nou eenmaal als blinde passagier aan boord verstopt. En nou ben je bij ons, hè? Daar is niets aan te doen. Helemaal niets. Dat is jammer. Ja, ja, dat zal ik wel helpen te krijgen. Waar gaan we naartoe? Ja, waar gaan we naartoe? Dat vraag ik me ook af. Natuurlijk moeten wij ons verstoppen. Net zoals wij de vliegmachine verstopt hebben. Dat wil dus zeggen dat we de grot in moeten gaan. Ja, een andere keus is er niet. Want voor de grot bevindt zich, zoals je ziet, een diepe afgrond. Afgesproken, we gaan de grot in. En we maken zo weinig mogelijk lawaai. Want ik vind het niet nodig dat die grote trol ons ontdekt. Ik ben anders bang dat die grote trol ons toch wel zal vinden, Paulus. Ja, dat kan wel. Maar ik wil de ontmoeting graag nog een poosje uitstellen. Hier, Salomon, hier is een lantaarntje. Ga jij ons maar voor met het licht. Uitstekend. Volg me maar, alsjeblieft. Maar professor, wat heb ik nou gezegd? Oh, ja, ja, ik vergat het weer. Ik zou niet fluiten, dat is waar ook. Daar gaan we! Ja, daar gaan ze nu. Op hun tenen lopen ze achter elkaar op een rijtje de grot in. Salomo gaat voorop met het lantaarntje, dan komt Paulus met de boterhammen, professor Punt, die de dekens draagt, Oehoeboeroe met de waterflessen en Gregorius, die het pakje prentbriefkaarten bij zich heeft om prentbriefkaarten te kunnen schrijven. Ze lopen heel voorzichtig en kijken naar alle kanten om zich heen. De grot is groot en verlaten. Het is er stil. Heel stil. Af en toe blijft het gezelschap staan om te luisteren of ze soms ergens de grote trol horen snurken. Maar niks hoor. Er klinkt geen gesnurk. Paulus knikt tevreden. Als ze werkelijk in het hol van de trol zitten, dan is de trol zelf blijkbaar niet thuis. Dat is voorlopig tenminste een hele geruststelling. Ze lopen door een lange donkere gang tot ze een nis vinden in de rotswand die groot genoeg is om een schuilplaats te bieden. Daar kruipen ze met z'n vijven in en maken het zich zo gemakkelijk mogelijk. Op deze plek zullen ze wachten. Thank you.